Chico quasi is naast mij. Chico, dankjewel dat je tijd maakt voor ons. Wij waarderen het oprecht. We zijn bij jou thuis, Mike's Gym. Kan je mij, want je hebt een fantastisch jaar gehad dit jaar. 3 overwinningen bij Glory. Zou je dit jaar kunnen omschrijven voor mij? Hoe was 2023 voor Chico quasi? 2023 was een mooi jaar voor mij natuurlijk. Ik heb op mijn verjaardag mijn debuut gemaakt bij Glory. Gewoon op knockout. En dat is al heel vet. Het is op je verjaardag. En ja, het is gewoon vet om je Glory debuut te maken. En dat was mijn droom. Mm-hmm. Tweede partij hebben we goed afgesloten met de rematch tegen Robbie Siric. Ik had al eerder een keertje van hem gewonnen. Dat hebben we opnieuw gedaan. En daarna mijn revenge tegen Jay Overmeer. En dat is lekker. Want ja, wat is beter dan revenge, ja. Mm-hmm. Dus dat hebben we nu afgesloten, nummer 1. En dan op naar de titel. Op naar de titel, maar ik deed mijn onderzoek en ik zag, voor Glory heb jij meer dan 40 partijen gevochten. Ja. Dus je hebt heel lang gevochten en toen werd jij gebeld door Glory. Was er een bepaald moment dat je dacht, oké, ik vecht zo lang, ik blijf winnen, maar ik word niet gebeld? Ja, het ding was meer van, mensen zeggen tegen mij van, hé, wanneer ga je naar Glory? Want er was een tijdje dat heel veel mensen gesigned werden door Glory. Zelfs mensen die ik al had verslagen gingen naar Glory en dan ik niet, weet je. Mm. Maar ik had geduld en Mike vertelde mij ook van geduld houden. Mm. En ja, dat is echt wat ik heb geleerd. Je moet gewoon geduld hebben, want je weet eigenlijk al wat er gaat gebeuren. Ik weet dat ik kampioen ga worden, maar ja, alles op zijn tijd. Mm. En het is de perfecte timing eigenlijk, want je ziet nu, zijn we 3-0 gegaan. Stel je voor dat ik 23 was en ik was wat jonger. En dan heb ik nog niet de juiste ervaring om misschien de partij te winnen. En nu heb ik alle ervaring, ik ben overal geweest in Europa. En ik sta in Gelredome en natuurlijk 20.000 man, super groot. Alleen omdat ik al in zoveel stadions ben geweest, overal in de wereld, voelde dat niet per se heel speciaal. Dus de druk is veel minder hoog en ik geniet er gewoon van. Oké, okay. Ja. Dus eigenlijk puur omdat je zoveel partijen hebt gedraaid, puur omdat je alles hebt gezien, je bent op groot podium geweest, het was gewoon niet voor Glory. Maar nu is het gewoon Glory, je bent in die stadions geweest, met veel publiek. Kan je mij dat moment, voor mij dat moment omschrijven toen jij kreeg te horen dat jij getekend zou worden door Glory? Wat dat moment. Dat was op kerst. Dus eigenlijk nu op dit moment, 2 dagen ertussen, hoorde ik het van Mike bij de kerstborrel. En toen vertelde hij mij van, yo, Glory heeft interesse in je. En ja, 2023 vecht je dan. En toen was ik natuurlijk heel blij. 3 maanden lang trainen, want daarvoor vocht ik elke maand. En nu was het gewoon echt 3 maanden lang trainen. En dan ja, op mijn verjaardag mijn debuut maken. En dat gevoel is gewoon echt vet. Ja. Ja. Ik had je toen gesproken na jouw debuut. Die overwinning tegen jouw Roemeense tegenstander toen. Ja. Toen een hele goede partij neergezet. Jouw laatste, je hebt nu 3 gewonnen bij Glory. Wat is dan de volgende stap? Want naar mijn mening is het logisch dat jij voor de titel zou vechten. Omdat jij van Jay Overmeer won. Maar wat zou je ook een andere partij accepteren, ook, als het niet, ook niet als het Andy Semelier is? Ja, tuurlijk. Kijk, ik accepteer elke partij eigenlijk die er komt, maar ik zou eigenlijk het liefst tegen Andy willen natuurlijk op dit moment. Omdat ja, ik zie niet per se iemand die in mijn weg staat. Kijk, we kunnen denken van oké, misschien nog tegen Amisha. Maar natuurlijk, ik zou wel tegen Amisha willen, maar ik wil het liefst natuurlijk de belt en dat is mijn doel. En ik zou ook tegen hem kunnen gaan wanneer ik de belt bijvoorbeeld heb, want ik sta nu gewoon nummer 1. Ik heb nummer 1 verslagen, dus dan ben ik eigenlijk de title contender. Ja. En zo niet, dan, ja, dan Hamisha natuurlijk. Mm-hmm. Ik zou niet tegen iemand anders willen vechten eigenlijk. Hamisha of Andy zou ik gewoon willen, ja. Mm-hmm. Maar jij wilt echt zo actief mogelijk blijven, hè? Je wilt echt veel partijen draaien. Dat merk ik wel aan jou. En jullie sparren heel hard. Ik zag net een filmpje van Moto Chassis. En jullie waren een spar. Ik zag, jullie gingen allebei heel hard. Maar denk je soms van, want dat zijn echt harde klappen, denk je soms van, man, dit is een groot risico, ik offer heel veel op hier. Heb je dat wel eens in jouw gedachten? Nee, eigenlijk niet. Want natuurlijk, ja, je kan natuurlijk wel stoten krijgen, maar ik denk juist omdat je allebei zo scherp staat, word je allebei niet bijna geraakt. Net als in een wedstrijd. Mensen worden niet per se heel veel geraakt. En ik denk als je met elkaar gaat tikken, word je misschien wat meer geraakt. Als ik voor mezelf spreek, ik word zelf niet heel veel geraakt eigenlijk. Soms kom ik sparren wel goed doorheen. En natuurlijk word je wel een paar keer geraakt, maar ik loop hier niet veel schade op. Ja. En ik denk juist als jij scherp bent, raak jij iemand veel meer dan dat hij jou raakt, toch? Dus ja, en zo is die mindset gewoon hier van, je moet gewoon altijd scherp zijn. En je moet niet even je handen laten zakken of even om je heen kijken, want je gaat hem gewoon krijgen. En dat is ook wat je in de wedstrijd gaat krijgen, ja. En hoe vaak sparen jullie bij Mike's Gym eigenlijk? 2 keer per week. Twee keer per week, ja. We hebben vaste spardagen, woensdag en zondag. En tussendoor sparren we niet. Gewoon woensdag en zondag. Oké. Okay. Ja. Misschien zou je mij ook de ring kunnen laten zien. Ja, tuurlijk. De plek waar jullie natuurlijk sparren. Tuurlijk. Waar het allemaal gebeurt. Yes.
Ik ben benieuwd, als jij voordat je hier komt om te sparren. Ja. Want jullie gaan hard natuurlijk. Ja. Jij zegt ik ben scherp, ik word bijna amper geraakt. Maar toch wel, heb je een beetje zenuwen? Ben je een beetje altijd, zenuwen? Altijd. Ja, ja. Vooral toen ik jong was, toen ik hier bij Mike Gym kwam, toen had ik echt zenuwen van. Toen was ik 15 jaar, weet je. En toen waren er echt de big legends hier. En ja. Ik was gewoon een kleine jongen en ik mocht meedoen. Mijn broer was hier al, dus ik volgde hem gewoon. En toen had ik echt zenuwen. En ik merkte gewoon eigenlijk, elke keer ging het beter. Ik trainde natuurlijk harder dan iedereen. Ik bleef komen, bleef komen, bleef komen. En toen merk je ook in sparren, je wordt beter, beter, beter dan iedereen. Ja. En ja, uiteindelijk ja, sta je aan de top met de top van de jongens die in de gym zijn. Maar dat kind, dat 15 jaar oud kind van 10 jaar geleden, had je al dat doel van wereldkampioen worden bij Glory? Of gewoon de top van kickboxen te bereiken? Was dat al jouw doel? Ja, nou, het was niet per se van ik wil Glory kampioen worden of ik wil de beste. Ja, wat dacht ik? Dat is een goede vraag. Ik wil gewoon kijken hoe ver ik kon komen eigenlijk. Op het moment dat ik begon met kickboksen, ik wil gewoon geschiedenis schrijven eigenlijk. Ik dacht gewoon, ik wil erkend worden door het kickboksen eigenlijk. Ik dacht niet per se aan Glory kampioen of iets. Maar ik dacht gewoon, ik wil zo goed mogelijk worden en dat is goed gelukt. En ik wil gewoon kijken hoe hard ik ga trainen en hoe ver ik kan komen. Ja, eigenlijk dat. Ja. Maar wat vond jouw familie van jouw beslissing om vechter te worden? Want kijk, ik heb ook gevochten, niet op jouw niveau natuurlijk. Maar mijn ouders stonden nooit achter. Ze waren altijd, ben je gek, waarom zou je in een ring gaan vechten of zo? Wat vond jouw familie van jouw beslissing om vechter te worden? Nee, mijn vader en mijn moeder vonden het juist wel goed. Aha. Kijk, mijn vader die houdt van kickboksen. Hij heeft ook gebokst vroeger in Suriname. Ja. En het is eigenlijk ook zijn droom geweest. Alleen hij was het leger in gegaan, dus hij kon niet zijn carrière waarmaken. Mm-hmm. En ik deed voetbal, judo, zwemmen en uiteindelijk ging kickbox doen en hij was helemaal blij. En hij heeft me altijd gesupport, hij heeft me heel vaak gebracht naar de trainingen. En ja, we zijn tot een bepaald level gekomen waar ik hem ook bij kan bedanken natuurlijk. Ja. Ja. Ja, en mijn moeder ook hoor. Maar uiteindelijk ja, je bent bezig met school en dan uiteindelijk weer klaar met school. En dan is het toch wel wat om te zeggen van mam, ik ga kickboxer worden, weet je. Ik zeg mam, alsjeblieft geloof in me, ik ga kampioen worden. En ze geloven erin. Ze zegt, het is goed als jij het gelooft dat je het kan, moet je het doen. En ja, ze zijn er nooit moeilijk in geweest. Ja, dus daar heb ik ook weer geluk bij. Ouders die me goed supporten. Ja, ouders hebben jou altijd gesupport. Maar ik ben benieuwd, bijvoorbeeld Khabib Nurmagomedov van MMA. Zijn vader was heel streng. Dus bijvoorbeeld, Khabib had een wedstrijd gewonnen. Hij werd kampioen. Zijn vader het eerste wat hij zei van, oh, dat had je beter moeten doen en zo. Hoe is jouw vader als hij een wedstrijd van jou bekijkt? Vroeger vooral met voetbal. Met voetbal was hij echt heel streng. Echt, dan kwam je in de auto en dan zaten we zo en dan geeft hij weer een speech. Ja, je liet die jongen voorbij rennen, dit en dat. Maar met kickboksen was hij wat minder streng eigenlijk. Ja, met voetbal was hij heel streng, met kickboksen minder streng. Eigenlijk, vroeger toen ik jong was, wou ik zo graag elke training doen. En dan was ik vrij bijvoorbeeld, ging joggen. En ik ging zoveel doen. Hij was juist van, hey, misschien moet je wat rustiger aandoen. En nog steeds vandaag zeg je wel eens, hey, misschien moet je wat rustiger aandoen. Soms ziet hij dat ik moe ben bijvoorbeeld. Doe eens rustig aan. Dan zeg ik, nee, ik moet echt doorgaan, weet je. Maar je hebt net over voetbal het gehad, hè? Ja. Dus je hebt ook gevoetbald. Mm. Maar waarom besloot jij op een moment te stoppen met voetbal en door te gaan met kickboksen? Ja, voetbal, ik hield er niet meer echt van, zoals eerst. En voetbal was ook een beetje van, dan was je klaar met middelbare school, want dan ging ik naar middelbare school. En dan gaat iedereen daarna chillen, weet je. Je krijgt een nieuwe leeftijd. En dan moest ik in de kou in de winter buiten rennen. En er was geen coach en zo. En toen dacht ik, nee, dit is niet mijn sport. En toen ging ik snel op kickboksen. Oké. Ja. En toen je 15 was, je kwam hier in Mike's gym, Badr Hari, grootste namen. Kan je die ervaring voor mij beschrijven, omschrijven? Je ziet die grote namen. Wat deed dat met jou? Ja, soms nog steeds tot de dag van vandaag is het nog steeds van, oh, het is wel echt van, je kijkt zo erg naar die mensen op die je dan nu ziet. En ja, ik kijk alle YouTube filmpjes van Badr Hari, Saki, Groenhart, echt van iedereen in Mike's gym. En dan sta je er opeens tussen en natuurlijk ook Mike. En dan is Mike opeens je trainer. En dan eigenlijk ging het heel snel en binnen een paar maanden was ik al in Engeland en dan was ik alweer in een ander land, Bulgarije, Roemenië, dus alles ging super snel en ik heb er wel van genoten, maar soms was het wel even van wow, even beseffen wat je allemaal hebt bereikt eigenlijk. Ja, je moet echt waarderen de journey hè, met alle obstakels en zo, maar ik ben benieuwd, want Mike Passen, dat is gewoon een kickboxlegende. En jij maakt hem elke dag mee, jullie zijn elke dag trainen jullie samen. Wat voor persoon is Mike? Voor mij is hij een heel aardig persoon. Hij geeft heel erg veel om mij en ik geef ook heel erg veel om hem.
En hij leert me nog steeds heel veel dingen in het dagelijks leven. En ja, fijne trainer om te hebben. Echt een soort van tweede vader voor mij. Ik kan altijd bij hem terecht. En ja, ik wil hem ook natuurlijk trots maken. Ja, zeker. Dus hij is een soort van vaderfiguur ook voor jou. Ja. Maar is Mike heel streng? Hoe is het met hem? Streng niet. Nee, niet per se streng. Het is gewoon meer van... er zijn bepaalde regels en daar moet je je gewoon aan houden. En hij is wel van de discipline. En ja, eigenlijk als hij iets ergens op zou aanspreken, dan weet je wel dat je zelf iets fout hebt gedaan. Mm. Streng, ja. Wat is streng, weet je? Je doet de combinatie goed, wat hij zegt, doe je gewoon. Mm. Ja. 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 En ik ben benieuwd, want jij zei toen jij hier kwam voor het eerst, was je wel zenuwachtig voordat je ging sparen. Ja. En hoe ziet het nu, zeg maar, na al die jaren van trainen en zo? Ben je nog steeds een beetje zenuwachtig? Er is altijd een zenuwen. Kijk, het is niet per se nog steeds zenuwen, wat het wel gewoon altijd is. Je wordt wakker en alles is gewoon strak. Je gaat gewoon ontbijten, je gaat stretchen. Je bent hier minimaal een half uur van tevoren. Je gaat hier stretches doen. Je bent goed voorbereid, weet je. Net alsof je een wedstrijd hebt. Het is niet meer echt zenuwen, maar je bent wel echt focus. En dat is iedereen hier ook. Want iedereen die hier binnenkomt, denkt van oké, het is vandaag spardag. We gaan niet... dat we binnenkomen en grapjes met elkaar gaan maken en zo. Het is echt strak. Maar wanneer we bijvoorbeeld training hebben, is dat weer anders. Mm-hmm. Dus ja. Maar jij zegt, jullie komen 30 minuten van tevoren. Is het verplicht dat je 30 minuten van tevoren... Nee, niet iedereen komt 30 minuten van tevoren. Mm-hmm. Ik probeer altijd de eerste hier te zijn. Maar vaak is Myrtle het. Ja. En dat heb ik dan ook weer van hem. Want vroeger kwam ik dan als kleine jongen hier in de gym. En dan zag ik Myrtle altijd al een uur van tevoren met koptelefoon. Was hij bezig en opwarmen. En dacht ik, oh, misschien moet ik dat ook doen. En ging dat ook proberen, weet je. Maar hij is vaak wel wat eerder dan ik hier. Yeah. Maar ja, soms ben ik hem voor, weet je. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo in voetbal. Hij is ook bekend als iemand die altijd eerder kwam. Ja. Maar Myrtle Groenart, dat is echt een grote naam. Echt een fantastische vechter. Ja. Wat heb jij van hem geleerd? Heel veel. Eigenlijk, kijk, op het moment dat ik hier kwam... Je had Saki, Badr, Melvin, heel veel grote vechters. Mm. Maar degene die ik elke dag zag was Myrtle natuurlijk. En toen dacht ik van, oh ja, zo wil ik ook zijn, weet je. Dat ik gewoon tot het einde gewoon elke dag hier ben. Mm. En ja, kijk naar zijn carrière, hij heeft topcarrière gekregen. Hij heeft een K1 belt, K1 Grand Prix kampioen, Glory kampioen. En hij is nog steeds bezig, 37 jaar oud. En hij doet nog steeds mee met de top. En dat is wel echt iets waar ik naar... Ja, wat mij idoliseert eigenlijk, ja. Ja, en terecht. En natuurlijk, maar je hebt net gezegd over Grand Prix. We hebben niet zo lang geleden gehoord dat we vanaf volgend jaar toernooi gaan krijgen bij meerdere gewichtsklassen bij Glory. Inclusief jouw gewichtsklas. Ja. Wat vind jij van een toernooi? Heb je ooit meegedaan aan een toernooi? Ja. Eigenlijk elke toernooi waar ik in heb gezeten, heb ik gewonnen dus. Mm. Het komt mij wel goed uit. Ook vaak als je naar mijn partij kijkt, aan het einde van de partij, ik ben niet moe. Mm. Veel jongens worden moe in de derde ronde. Ik word nooit moe. En ja, dat heb ik natuurlijk te danken aan de trainingen hier. Het programma wat Mike voor mij opzet in de ochtend rennen of airbike of whatever. We werken gewoon keihard en ik ben nooit moe. Dus toernooi komt altijd goed uit voor mij, want na de wedstrijd ben ik niet moe. Ja. Maar ik ben heel benieuwd, want kijk, jij zegt we trainen heel hard hier. Maar alsnog worden mensen moe, hè? Ook als ze hard gaan trainen. Klopt, ja. Maar jij zegt ik word niet moe. Denk je dat het van natuur komt dat jij gewoon echt een supergoede conditie hebt van natuur? Of, Ik denk niet dat het per se is. Kijk, wanneer we op de loopband rennen, ik zal de laatste zijn die stopt. Maar ik denk dat er momenten zijn dat ik even moe ben als dat zij zijn. Alleen er zit gewoon, denk ik, hier gewoon iets dat mij zegt, je gaat gewoon niet stoppen. Mm. En ik stop gewoon niet. En ik denk als je dat knopje kan omzetten en dan ook in een gevecht... Als je er niet aan denkt dat je moe gaat worden, ga je het ook niet worden, weet je? Ja. En ik denk als je eraan gaat denken van, oh, misschien word ik moe, dan ga je heel veel verschillende dingen doen die je niet moet doen. En dan word je uiteindelijk moe. Mm-hmm. Omdat je overtinkt, weet je? Dus, ja, ik weet niet. Ik kijk natuurlijk sinds jongens af aan, hadden we piepestest, wou ik winnen. Hadden we voetbal, wil ik winnen. Ik wil met alles winnen, weet je? En moe worden helpt het niet, weet je? Mm-hmm. Het helpt niet om moe te worden tijdens een wedstrijd. Dus eigenlijk, jij hebt een winnaarsmentaliteit van sinds jij kind was. Ja. In voetbal of kickboksen, het maakt niet uit. Je wilt altijd winnen. Ja. En je bent heel erg gemotiveerd. Je wilt het echt maken. Je hebt het al eigenlijk gemaakt, maar kampioen worden, bedoel ik. Ja. Maar waar komt jouw motivatie vandaan? Is het voor de legacy? Is het voor het geld? Is het voor familie? Wat? Die winnersmentaliteit heb ik door mijn vader. Want als ik een wedstrijd had van judo, want ik zat ook op judo. Dan zei hij dat als je een gouden medaille haalt, krijg je 10 euro. En mijn broer ook. Dus wij waren altijd van, oké, we moeten allebei winnen, kunnen we nieuwe games kopen. En dat heeft het eigenlijk een beetje gecreëerd dat je altijd wilt winnen. En mijn vader maakt altijd wedstrijdjes tussen ons en mijn zusje deed dan ook mee.
En dan deden we altijd wedstrijden. Je wilt altijd heel graag winnen, zodat je... Maar dan zeg je, ja, goed zo, en dan krijg je 10 euro, weet je. En daar komt het vandaan. Maar op dit moment, ik geniet er gewoon van. Het gaat niet per se om geld of... Ik geniet er gewoon van. Dit is wat ik doe en dit is wie ik ben. En ja, ik word gewoon wakker en ik denk gewoon, ja, ik ga weer lekker naar trainen. Ik ga weer lekker vechten. Ja. Yeah. Maar jij hebt net judo genoemd, hè, dat je judo hebt gedaan toen je klein was. Ja. Je bent supergoed staand. Ja. Je hebt die judo achtergrond. Heb je wel eens over nagedacht, oh, misschien is MMA ook iets, ja, voor mij? Ja, ik wil zeker MMA doen. Ik wil zeker MMA doen. Alleen, ik heb judo gedaan tot mijn 7e, dus ik weet er eigenlijk vrij weinig van. Ja. Maar ik zou wel MMA willen doen. Alleen, eerst de Glory Belt natuurlijk en die een paar keer verdedigen. Maar einde van de dag, mijn droom was altijd om MMA te doen. Alleen toen ik dat had, was er geen MMA in Purmerend, waar ik toen vandaan kwam. Mm. En toen zeiden we, laten we gewoon kickboksen eerst doen en dan gaan we later grondgevechten doen. Maar kickboksen ging zo goed, dus we hebben het gewoon hierop gehouden. Ja, ja. Dus eigenlijk wil jij, je wilt de Glory Belt pakken, een paar defenses doen en dan misschien potentieel MMA. Ja. Ik ben heel benieuwd over toernooi. Ja. Want jij zegt, je hebt elk toernooi gewonnen waar je mee hebt gedaan. Dan. Ja. Ik ben benieuwd, wat zijn specifieke dingen die... Wat is het verschil tussen een toernooi en een wedstrijd op een avond? Nou, natuurlijk, oké, het is maar één wedstrijd, toernooi is meerdere, maar wat komt er daarbij kijken? Natuurlijk blessures, of dat je moe bent, maar dat ben ik eigenlijk niet. Ja, ik denk vooral blessures en het gevoel dat je nog een keer moet. Alleen, ik heb nu 3 toernooien gedaan, 3 keer gewonnen en eigenlijk... Het gevoel voor de tweede wedstrijd is altijd beter, omdat je hebt gewonnen. En wanneer je hebt gewonnen, dan weet je van oké, laten we het nog een keer doen, maar dan beter. Soms begin je een wedstrijd en dan begin je een beetje langzaam. Bijvoorbeeld mijn laatste wedstrijd begon ik niet echt heel goed. Misschien denk je te veel na. Maar als je een wedstrijd al hebt gehad en je hebt al gewonnen, dan denk je oké, laten we dit nog een keer doen en dan beter. Je bent al warm, weet je. Dat is het voor mij. Ik denk dat voor andere mensen wel bij komt kijken dat je misschien moe wordt. Maar ik heb dat echt niet op dit moment. Nee. Oké, ja. Maar jij zegt, als het één wedstrijd is, dan kan het zijn dat je misschien te veel gaat over nadenken en zo. Mm. Als het toernooi is, je wint de eerste, dan denk je niet zoveel meer over na voor de tweede. Nee. Maar ik ben benieuwd, wat is jouw mentaliteit? Wat zijn de emoties en wat maak jij mee voordat je erin instapt? Hoe voel jij jezelf in die kleedkamer? Ik denk, kijk, steeds elke dag dat je dichter bij de wedstrijd komt, voelt het beter. Misschien heb je 4, 5 dagen voor de wedstrijd van oké, volgende week is echt de wedstrijd. Maar zodra ik mediadag heb gehad, dus dat is dan de donderdag, dan word je geïnterviewd en alles. En dan voel je al van oké, de wedstrijd gaat beginnen, weet je. Mm. Weging, heerlijk. Dan sta je tegenover MCM. En dan zaterdag, ja, je hebt er gewoon zin in. Mm. Ik heb niet meer zoveel zenuwen als vroeger. Omdat, zoals ik al zei, van, ik ben op heel veel plekken geweest. En gewoon heel veel ervaring. We hebben gewoon heel veel ervaring. En het is gewoon van, laten we opnieuw weer gaan, weet je. Mm. En ik denk dat het ook geholpen heeft dat ik elke maand vocht. Dus je herkent het gevoel elke keer opnieuw. Dan vind ik het toch soms wel een beetje jammer dat ik nu soms even wat langer moet wachten voor mijn wedstrijden. Maar gezonde zenuwen. Ja. Okay. Gezonde spanning, ja. Dus eigenlijk, jij zegt, je bent steeds minder zenuwachtig. Het is niet, je bent natuurlijk wel een beetje zenuwachtig. Maar het is niet te vergelijken met dat kind van 10 jaar geleden. Nee. Toen wat jij toen was, zeg maar. Ja, nee. En ik ben benieuwd, je wint een wedstrijd. Wat voel je op dat moment als je in die glory in bent met grote publiek en iedereen schreeuwt jouw naam? Hoe voelt dat? Heerlijk natuurlijk. Kijk, daar doe je het ook voor, toch? Mm. Het klinkt raar, maar einde van de dag, je bent trainen super hard en al word je gepikt en je hand gaat niet omhoog, al denk je dat je hebt gewonnen. Het voelt gewoon kut. En daar doe je het gewoon voor. Je traint zo hard om eigenlijk uiteindelijk in de ring gewoon zo te staan met je arm omhoog en dan van yes, ik heb gewonnen. Yeah. Dat is het gevoel wat je wilt hebben. En daar doe je het voor. Heerlijk gevoel natuurlijk. Het is een heerlijk gevoel, maar oké, je wint. Ja. Je gaat het een beetje vieren. Je pakt jouw telefoon, 200-300 berichten minimaal. Word je soms niet een beetje moe van al die berichten? Ja, dat heb ik nu juist, ja. Dat heb ik nu, ja. En ik was vroeger altijd super snel op mijn app en op Instagram. Ik reageer altijd heel snel op iemand, maar nu merk ik wel echt van... Het is wel echt veel meer dan verdubbeld, weet je. En dan, soms hou ik het gewoon niet bij en dan dacht ik van oké... Na mijn partij was ik dan vrij natuurlijk. Dacht ik, oké, laat me even op iedereen reageren. En dat stopte niet. En dacht ik, nee man. Ik dacht, sorry. Mm. En soms zie ik dan nu nog berichten. Als iemand me opnieuw een bericht stuurt, zeg ik wel natuurlijk, sorry dat ik zo laat reageer, man. Mm. Mijn inbox was gewoon helemaal vol, weet je. Ja, ja. Maar ik ben benieuwd, want ik vroeg ook aan Jan Kaffa. Hoe onderscheid jij de echte en de neppe? Want
Ik kan me voorstellen, op dit moment wil iedereen jouw vriend zijn. Hè? Je bent een grote naam bij Glory, alles gaat goed. Ja. Hoe onderscheid je de echte mensen en degene die jou willen gebruiken eigenlijk? Nee, ik heb daar geen last van. Mijn vrienden zijn allemaal vrienden van de basisschool en de middelbare school. En natuurlijk de boys in the gym. En de boys in the gym, ja, dat zijn eigenlijk de beste mensen die je om je heen kan hebben. Want ze hebben dezelfde droom als jou. En mijn vrienden van de basisschool, die heb ik nog steeds. Dus ik maak niet echt nieuwe vrienden eigenlijk. Mm. Ja, dus ik weet wie is. Maar jouw vrienden van de basisschool? Want ik kan me voorstellen, dat zijn gewoon hele normale mensen. Ik bedoel, we zijn allemaal normale mensen, maar jij bent een stukje bekender op dit moment. Ja. Kijk eens op een andere manier naar jou op, of is het precies wat het was 10 jaar geleden? Nee, precies hetzelfde. Kijk, natuurlijk... Ze hebben natuurlijk wel respect voor me dat het me echt is gelukt, maar ik denk dat zij altijd wel in mij geloofden, sinds jong. Ze gingen gewoon altijd mee naar wedstrijden en ze geloofden er altijd wel in, want op jonge leeftijd kwam ik toch wel best wel op bepaalde plekken, wat eigenlijk niet altijd normaal is voor iemand die 16, 17, 18 is, weet je. Yeah. Maar ze geloofden er altijd in en ik merk geen verschil. Mm. Ja. En was jij getalenteerd? Was jij iemand die alles snel oppakte? Nou, eigenlijk toen ik begon met kickboksen, toen was ik 5, denk ik. En toen was het niet voor mij. Ik was de hele dag aan het rennen, rondjes rennen, springen. Mm. Ik kan me ook helemaal niet meer herinneren wat ik precies deed. Maar ik weet wel dat ik er vaak uitgestuurd werd. Dus eigenlijk, als je erover nadenkt, het was niet voor mij. Mm. Maar toen later, ja, gewoon keihard trainen. Kijk, sommige dingen kan ik misschien wel wat makkelijker dan andere mensen. Want ik heb best wel lange armen, lange benen, ik ben lenig, ik ben best wel snel. Dus sommige dingen pak ik misschien sneller op, maar... Eigenlijk niet per se. Ik denk echt dat als je hard traint, dat je gewoon echt meer behaalt dan dat je denkt van oh, ik ben getalenteerd en ik kan nog gewoon een beetje rustig aan doen. Dus eigenlijk, jij doet het al jarenlang. Ja. En je hebt veel discipline. Ja. En je zegt hard werk verslaat talent. Ja, zeker. Hard werk verslaat talent. Zeker. Ik ben benieuwd, want als we die kant op lopen, daar zien we jouw beeld. Je komt letterlijk op beeld. We gaan het ook op de camera laten zien. Yes. Maar, hoppa, niet vallen. Kijk, jij komt naar de sportschool. Ja. Je staat hier op een beeld. Ja, ja. Maar wat doet dat met jou? Keihard. Deze had ik gekregen tijdens coronatijd. Ja. Op dat moment was ik alleen met Mike en Myrtle. Die hier staat in het groot. Ook vet naast Myrtle natuurlijk. Ja. Maar toen trainden wij al die tijd met z'n tweeën in de gym. En volgens mij ook nog met Cookie, die hier staat. Ja. Dus we waren met z'n drietjes. En toen kwam ik binnen en toen zei Myrtle of Cookie, ik weet echt even niet meer wie het was. Ik zei, hé, kijk daar. En toen keek ik en super vet. Want eigenlijk toen ik jong was en ik kwam hier in de gym, zag ik al die gezichten. Zo. Ik dacht, oh, op een dag heb ik die, weet je. Maar ik had helemaal niet gedacht dat ik al dat zou hebben op mijn 23-jarige leeftijd. Ik dacht gewoon, ja, als ik ouder ben, weet je. Yeah. En ja, dit vind ik eigenlijk wel een van de mooiste dingen. Hij zou hier ook waarschijnlijk gewoon voor altijd blijven hangen. Want zoals je om je heen ziet, zijn overal verschillende van iedereen ooit die je was, die een legend is of Hall of Famer is. Maar blijven ze voor altijd als je vechter bent geweest? Ik denk het wel, want je ziet ook een paar vechters van echt heel lang geleden. Ja. En dan sta ik ertussen en dat vind ik wel heel vet. Ik vond dat, toen ik het kreeg, dacht ik echt van ja man, dat vind ik eigenlijk wel vetter dan al mijn titels. Mm. Want je staat voor altijd in Mike's gym, dus ja. Dat vind ik echt heel mooi. Nee, dat is oprecht iets speciaals. Ja. Iets speciaals natuurlijk. En je traint met de beste vechters ter wereld, met een fantastische trainer. Ja. Stel je voor mijn laatste vraag, over een jaartje gaan we een gesprek voeren. Ja. Waar zit jij over een jaartje? Wat heb je bereikt? Over een jaartje, dan... Voor een heel jaar, ja. Als we het over een heel jaar hebben, dan ben ik Glory kampioen en Grand Prix winnen. Oké. Okay. Zeker weten. Maar wat heb je liever, Glory kampioen of Grand Prix winnaar? Zo. Ja, natuurlijk wel allebei, maar... Ik denk eigenlijk zelf... Ik vind het eigenlijk mooier om een Grand Prix te winnen dan kampioen te zijn. Okay. Dan doe je toch 3 keer, 3 wedstrijden. Dan laat je echt zien van ik ben echt de man. Yeah. Dus dat vind ik eigenlijk mooier als de dan de Glory Belt. Maar ik zou de belt heel graag willen en ik ben al dichtbij. Dus misschien dat ik daarom alvast denk aan de volgende stap. Mm. En dat is dan die Grand Prix winnen. Maar Semelier, hij gaat vechten op zaterdag. Ja. Als jij tegen Semelier zou gaan, wat denk jij? Wat gebeurt in zo'n wedstrijd? Jij tegen Semelier. Ja, dat kunnen we eigenlijk echt niet weten totdat de wedstrijd komt. Kijk, wat ik weet is dat het een mooie partij wordt. 5 rondes. En we hebben allebei onze pluspunten. En die zou ik graag willen laten zien in onze volgende wedstrijd. Maar oké, dit is mijn laatste vraag. Want Anwar, hij gaat nu voor de titel tegen Semelier. Maar wat vind jij van die beslissing van Glory, dat de winnaar van House of Glory
voor de titel gaat vechten. Want kijk, ik vind hem een hele goede vechter aan, daar niet van. Ja. Maar jij hebt de grote contenders verslagen, Jay Overmeer bijvoorbeeld. Ja. Maar jij gaat niet voor de titel vechten. Ja. En Anwar gaat voor de titel. Ik vind het natuurlijk jammer. Ik vind het natuurlijk jammer. En, hij heeft het programma gewonnen. Dus hij verdient het eigenlijk, maar ik verdien het veel meer. Mm-hmm. Ik heb veel meer gedaan. Ik heb tegen Jay Overmeer gewonnen, nummer 1. En die had ook een goede partij tegen Andy. Mm-hmm. En ik heb echt laten zien dat ik eigenlijk de nummer 1 ben. En dat heeft Anwar eigenlijk niet. Maar ik wens hem heel veel succes natuurlijk. Ik hoop dat hij zijn best kan doen en wie weet kan hij winnen. Maar ik had graag daar willen staan eigenlijk. Mm-hmm. Ja. Ik kan me voorstellen, jij verdient het oprecht. Ja. En ik wens jou veel succes volgend jaar. Dank je wel. En als je de belt kan pakken of de Grand Prix kan winnen, dat zou echt fantastisch zeker, zijn. Zeker, gaat goed komen. Veel succes, Chico. Dank je wel. Oes.